De afgelopen weken is bekendgeraakt dat er twee extra deradicaliseringsconsulenten bijkomen op Vlaams niveau. Ze moeten het probleem van radicalisering in de gevangenis mee helpen aanpakken. Twee man extra is te weinig, zeggen ze onder meer bij oppositiepartij SPA, die meer wil inzetten op psychologische bijstand van gevangenen met meer volk. Maar vandaag zet Vlaanderen al volk in, ook buiten de gevangenismuren. Dat volk komt bovenop de inspanningen die op het federale niveau worden geleverd. Alleen is de vraag, wanneer zal het volstaan? Wanneer zal het genoeg zijn? Voer voor een debat. Dag dames en heren, ik praat met Jasmin Kerbach van de SPA en met Bart Kennis van de CD&V, allebei Vlaams parlementslid en onder meer lid van de Commissie voor de Bestrijding van Gewelddadige Radicalisering. Die commissie in dat Vlaams parlement is opgericht na de aanslag op de redactie van het Franse magazine Charlie Hebdo begin 2015. Nog eens kort samengevat, Bart Kennis, met welk doel is die commissie toen samengesteld? Wel, eigenlijk hebben we vastgesteld dat op dat moment er in Vlaanderen geen enkele instantie bezig was met radicalisering, deradicalisering vooral, en dat er een grote nood was. En voor een goed begrip, dit gaat over preventief werk, hè? Want ja, voor Vlaamse het repressieve zitten we bij de federale overheid. Het Vlaamse beleid is vooral dus preventief, dan gaat het over onderwijs, dan gaat het over buurtwerking, lokale besturen, welzijnsinstellingen, ja. Media... En we hebben vastgesteld dat er op dat moment eigenlijk niks, heel weinig bestond. En sindsdien, denk ik, is er een enorme weg afgelegd in Vlaanderen. Ja. Op impulsen van het parlement, maar ook de Vlaamse regering. En heel veel actoren in de samenleving. Op dit moment bestaat er wel veel. Dus op 3 jaar tijd... Dat wou ik net vragen. Wat is de balans na meer dan 3 jaar werken? Maar ik vind, als je kijkt van waar we komen, vind ik wel dat er op 3 jaar tijd een enorme kentering gebeurd is. Zeker in onderwijs zijn er een aantal goede zaken gestart. Wanneer radicalisering wordt vastgesteld in klassen, in scholen, dan kan daarop ingespeeld worden. Leerkrachten zijn daar sensitief voor geworden. Er is het netwerk rond de Khalid Benhadou dat dan kan ingeschakeld worden om in die school mee te komen spreken met jongeren. Dat is een imam, hè, die u noemt? Ja. En die heeft ook een netwerk rondom hem. Ik stel vast dat ook de lokale besturen via de LIVC's, de lokale integrale veiligheidscellen, daarop voorbereid zijn. Dat de VVSG een helpdesk heeft. Ja, dat is de Vereniging van Steden en Gemeenten. Die, ja. Dus die kunnen de gemeentebesturen, de steden ook ondersteunen. Dus, heel veel werk verzet voor deze balans positief. Alles misschien niet, maar ik vind overwegend positief. Ja. U heeft toen in 2015 meegeschreven aan een resolutie met aanbevelingen voor onderwijs, jeugd, welzijn, werk enzovoort. Die resolutie kwam er en toen is die snel gevolgd door een actieplan van de Vlaamse regering. En kunnen we nu zeggen dat heeft dan allemaal gewerkt? In grote mate wel. We krijgen om de 6 maanden een voortgangsreportage. En dan moeten de ministers van de verschillende departementen, verschillende bevoegdheden, ook aantonen waar ze vooruitgang hebben geboekt, wat er al op de rij staat. Of waar zaken... je ziet ook wel dat bepaalde dingen als het tegendiscours ontwikkelen, en dat zit dan vooral in de mediasfeer, dat wel heel moeilijk blijft om daar concrete resultaten voor te krijgen. Ik wil straks nog eens hebben over de lacunes die er misschien nog zijn en die kunnen worden ingevuld. Maar bent u het eens met de toon die hier wordt gehanteerd over die balans? Ja, overwegend positief, Jasmin Kerbach? Als het gaat over het feit dat meerderheid en oppositie intensief hebben samengewerkt om om actiepunten op te lijsten om die gewelddadige radicalisering aan te pakken, dan volg ik collega Bart Kennis in die zin dat in 2015 we gezamenlijk in het parlement 55 actiepunten hebben goedgekeurd en dat er intussen heel wat actiepunten zijn uitgevoerd. Er is al verwezen naar onderwijs. Ik ben daar het meest positief over. Als je ziet van onderuit leerkrachten die ontzettend veel inspanningen doen om wat er leeft in de scholen op een goede manier op te volgen. Khalid Benhadou, als de voorzitter van het netwerk van islamconsulenten, die echt er ook alles aan doet om de kennis over de islam, kennis ook over ontradicalisering, beter ingang te doen vinden in de scholen. Men heeft ook vanuit dus heel de sociopreventieve werking, ook op lokaal niveau, men heeft de consulenten beter gevormd, maar... alles staat of valt natuurlijk met een drietal kernpunten waar ik vind dat Vlaanderen daar nog te weinig aandacht voor heeft. En dat is iets dat we elke 6 maanden ook aankaarten. Ja. Alles staat of valt met goede informatieuitwisseling.
En daar is er een ketenaanpak, een lokale integrale veiligheidscel, die politie en sociopreventieve consulenten samenbrengt. Ja, per gemeente, per stad. Per gemeente en per stad. En daar zie je dat burgemeesters al aan de alarmbellen hebben getrokken en gezegd van ja, wij zijn niet op de hoogte van het feit dat bijvoorbeeld FTF'ers, foreign terrorist fighters, of homegrown terrorists, dus dat is een hele lijst van geradicaliseerden. Ja, in mensentaal Syrië-strijders die teruggekeerd zijn en mensen die hier geradicaliseerd zijn zonder daarvoor naar Syrië of Irak te zijn geweest. Dat ze dan niet altijd weten dat die zich vestigen in hun gemeente. Dus dat is echt een kink in de informatiekabel. Een tweede element is de problematiek in de gevangenissen. In Vlaanderen hebben we afgesproken om er alles aan te doen om de voedingsbodem van radicalisering beter aan te pakken. Ik wil straks over de gevangenissen nog apart hebben. Ik ga daar niet verder op ingaan, maar dat is het tweede punt. Dat is een groot probleem. En ten derde, er is in het actieplan focus nu ook op polarisering. En we hebben in de resolutie afgesproken dat we ook de moslimgemeenschap beter moeten betrekken bij de oplossingen. Gebeurt dat nog te weinig? Ja, dat gebeurt veel te weinig. Erkenning van moskeeën eens? Is bijvoorbeeld nog geen enkele vooruitgang geboekt. Ook de imamopleiding evenmin. Te weinig contact, communicatie met de moslimgemeenschap? Ik denk dat daar inderdaad nog wel heel wat stappen kunnen gezet worden. Ik zie wel dat meer dan vroeger politici uit verschillende partijen bijvoorbeeld aan iftarmaaltijden deelnemen. Dat er ook wel scholen... Tijdens Ramadan. Ja, dat er scholen zijn die op bezoek gaan naar moskeeën. Dus ik denk wel dat er heel wat inspanningen gedaan worden. Maar er is nog... rond de islamopleiding is er absoluut zeker nog een en ander te doen. Er zijn soms nog vragen over bepaalde moskeeën. En ook de problematiek van de erkenning van moskeeën, waar toch ook positieve adviezen zijn van lokale besturen, van de staatsveiligheid. Dat staat allemaal on hold. En dat is geen goed signaal. Omdat minister Homan zegt, ik wacht natuurlijk die studie over die erkenningsvoorwaarden af. En die moet er eerst zijn natuurlijk, hè. Ja, die discussie hebben we een paar keer gevoerd en ik ga ervan uit dat zolang de regels bestaan, je kan die evalueren, maar dan moet je die ook correct toepassen in afwachting dat je verder studeert. De bestaande regels bedoel je? Ja, de bestaande regels. Ja. En eigenlijk zegt de minister, ik ga de bestaande procedures niet laten voortlopen, ik ga die niet toepassen, omdat ik eerst die evaluatie wil. Ja. In de regel blijf je wel altijd gewoon in de procedures verder werken die bestaan. En als dat geëvalueerd is, kun je die gaan bijsturen. Want er is geen enkele reden, hoor ik jullie zeggen, om daar vandaag mee te stoppen met het controleren en toepassen van de huidige regels. Ja, evident. En dat ik vind dat een gigantisch probleem, dat de minister gewoon een drogreden gebruikt. Mm-hmm. Dat je uw systeem wilt evalueren, prima, maar dat betekent niet dat je dan vandaag de uitvoering van de bestaande regels zomaar opzij mag zetten. Ja. Die erkenning van de moskeeën is belangrijk, omdat goed werkende moskeeën een deel van de oplossing zijn. Mm-hmm. Maar de erkenning van moskeeën betekent ook dat niet goed werkende moskeeën, dat je die dan beter op de kaart kunt zetten en ook dat je daar meer transparantie kan creëren. Beter controleren ook. Beter controleren. Ja. In de resolutie hebben we gezegd, erkenning van moskeeën moet een prioriteit zijn. Dat is trouwens ook wat de federale terreurcommissie ook heeft gezegd. Omdat je op die manier ook de financieringskanalen vanuit het buitenland ook beter in kaart kunt brengen en dat ook kunt aanpakken. Nu is er complete stilstand. Moet daarvoor toch niet samengewerkt worden met de federale overheid? Ik denk aan bijvoorbeeld de grote moskee in Brussel. Je hebt de grote moskee is een bevoegdheid inderdaad van federaal. Maar minister Homans heeft in de commissie zelf gezegd, maanden geleden, wat de financiering betreft, dat ga ik zelf, die transparantie ga ik zelf creëren. Ik heb daar zelfs geen decreet voor nodig. Ik neem een besluit, snel geregeld. Dus dat was pure aankondigingspolitiek. Maanden later stellen we vast dat er op dat vlak, wat de financieringskanalen betreft, niks gebeurd is. Wat de erkenning van moskeeën betreft, daar heeft minister Geens alles gedaan wat binnen zijn bevoegdheid zit, wat vlak van controle van veiligheid. Dus hij heeft al die dossiers overgemaakt aan minister Homans. Het enige wat zij moet doen, is die doorsturen naar de lokale besturen om hen te vragen van, geef ons informatie over die moskeeën. Dat doet ze niet. De enige reden waarom ze dat niet doet, is dat er dan een termijn begint te lopen, waardoor dat zij moet op een bepaald moment gaan moeten beslissen. En ik vind dat een schande dat ze die beslissing niet neemt, louter om electorale redenen. Ja. Want dat is de dood voor Vlaams Belang en ze wil op alle mogelijke manieren de Vlaams Belang-kiezer paaien. Ja, maar en goed, dat is, ik vind dat onverantwoord. U heeft uw punt gemaakt, maar ik kan ze natuurlijk niet laten reageren. Ze heeft al gereageerd in de commissie en ze heeft daar eigenlijk geen antwoord op. Ik bedoel natuurlijk reageren in deze uitzending. Hè. Maar als ik vraag naar de balans van de commissie, dan hoor ik jullie allebei opsommen wat er allemaal gebeurd is en wat de lacunes nog zijn. Je kan natuurlijk de balans ook op een andere manier meten. Wat is het effect geweest? Is de radicalisering
afgenomen. Maar goed, valt dat te mijten eigenlijk? Ik denk dat je dan nooit, je hebt weinig parameters, wetenschappelijke parameters of objectieve parameters. Maar op een bepaald moment is maar dat kan ook met de internationale context te maken hebben, het vertrek van Syrische strijders is eigenlijk wel stilgevallen. Ja, Islamitische staat is verslagen. Maar ook naar andere plaatsen, want er zijn ook andere plaatsen waar een nieuw kalifaat zou kunnen ontstaan. Maar ik heb de indruk dat die uittocht wel gestopt is. En het feit dat men sneller kan inspelen op fenomenen. Op een bepaald moment had je ook allerlei haatpredikers die... toch wel nogal veel ruimte kregen. En dat is ook gestopt. Dus ik denk dat de staatsveiligheid dat ook wel mee controleert. Ja, natuurlijk, enkele jaren geleden, tussen aanhalingstekens, lachten we met sharia voor België. Ja, dat klopt. We hebben daar te lang mee gelachen. Op een bepaald moment is pas gebleken hoe gevaarlijk het was. Ja. Maar ik denk dat er op dit moment geen soortgelijke, toch niet met dezelfde uitstraling aan het werk is. Onder de gronds misschien dingen die we niet zien, hè, maar... Dat sharia voor Belgium zo op de pleinen en zo actief kon zijn. Ik heb de indruk dat dat op dit moment toch bent u daarmee eens? Want, ja, het is natuurlijk moeilijk te meten. Hè. Werkt het radicaliseren jongeren op de speelplaats niet langer? Op straat, op speelpleintjes? Ja, kunnen we dat controleren eigenlijk? Kunnen we dat meten? Het effect van jullie werk in die commissie? God, wat de veiligheidsdiensten zeggen is dat... Het probleem in Syrië is inderdaad, dus het vertrekken naar Syrië, dat is opgedroogd. Die stroom van Syriëgangers is opgedroogd. Maar het probleem zit nu meer in onze samenleving zelf, met die homegrown terrorists. En men stelt vast dat radicalisering soms een kwestie van weken is. Dus het gaat bijzonder snel, hè? Het gaat heel snel. En men geeft aan, dat is in Europa de vaststelling bij meerdere experten, dat radicalisering een uiting is van dieperliggende problemen. Dat gaat dan over psychische, psychiatrische problemen en natuurlijk een broeihaard van frustratie en in buurten waar men eigenlijk geen perspectief geeft aan jongeren en dat men daardoor makkelijker ten prooi valt aan ronselaars. En die ronselaars zijn er nog altijd. Hoor ik u zeggen, frustratie omdat men niet aan werk geraakt, niet aan een huurwoning geraakt, zulke dingen? Dat gaat soms niet over uw eigen persoonlijke situatie, maar frustratie over de positie van de moslim in de samenleving, frustratie over het feit, gewoon door het feit dat het klimaat, het politieke en het samenlevingsklimaat gewoon gepolariseerder wordt. Dat wordt ook geïnternaliseerd ook door jongeren die op dat vlak extra kwetsbaar zijn. Dus dan, vandaar dat begeleiding van jongeren, hen leren omgaan met die frustratie, met die kwaadheid, zo belangrijk is. Ja. En dus dat probleem, dat is er nog altijd in onze samenleving. En de ronselaars online zijn er nog altijd. Laten we daar niet minimaliseren. Maar daarom dat het ook belangrijk is om een alternatief discours, een alternatief kanaal, ook voor moslims, jongeren of niet-jongeren, te voorzien. Dat nu worden wij nog altijd eigenlijk overspoeld door propaganda vanuit het buitenland. Ja, maar dat aanpakken is natuurlijk iets wat de politie moet doen, wat de federale overheid moet doen? Nee, het alternatief discours ontwikkelen. Het aanpakken bedoel ik van haatpropaganda op het internet bijvoorbeeld. Hè? Ja, maar dat is symptoombestrijding. Je moet ook een alternatief voorzien. En dat is iets waar wij wel een bevoegdheid over hebben en wel kunnen doen. We hebben daarnet verwezen naar Khalid Ben Haddou. Dat is de incarnatie van een tegendiscours. Dat is een moslim die volledig ingebed is hier in deze samenleving en die jongeren aanspreekt. Zo moeten er meer zijn, maar dat vraagt natuurlijk een investering. Ja. Nu, u heeft al gezegd, Bart Kennis, toen de commissie begon in 2015, was het kalifaat, het vermeende kalifaat, nog bijzonder groot qua territorium in Irak en in Syrië. Het was aantrekkelijk om naar daar te gaan. Ondertussen is dat kalifaat er niet meer. En dan is de vraag, is dat dan de reden waarom jongeren niet meer aangetrokken worden om naar Ginder te gaan? Maar goed, er zitten ondertussen wel heel wat geradicaliseerde mensen, jongeren, maar ook twintigers, dertigers enzovoort, in de gevangenis. En ook daar moet radicalisering aangepakt worden. Want op een dag komen ze op vrije voeten, Bart Kennis. Doen we genoeg in de gevangenis? Ik denk dat er verschillende fenomenen zijn. Je hebt mensen die veroordeeld zijn omwille van daden die zich gesteld hebben in het kader van radicalisering. Je hebt ook, en dat is ook een serieus probleem, mensen die om andere redenen in die gevangenis komen en daar radicaliseren. Dat moet je ook aanpakken. We hebben in ons land twee gespecialiseerde gevangenissen met een Radix-vleugel in Hasselt voor Vlaanderen. En daar heeft de minister wel in 2016 al twee consulenten voor ter beschikking gesteld, die zowel individuele begeleiding doen, maar ook, en dat is belangrijk, de reguliere begeleiding
ook mee wapenen om te gaan met radicalisering. En met de reguliere begeleiding bedoelt u de begeleiding om mensen voor te bereiden op hun vrijlating? Dat zijn al de mensen die op dit moment al... Het zijn een paar honderden mensen die wel werken in zo dat justitieel werk. Er zijn mensen in de justitiehuis, je hebt mensen in de gevangenis. Dat kan gaan over geestelijke gezondheidsbegeleiding, psychologische steun. En die moeten ook allemaal wel die signalen van radicalisering ook mee opvangen. En daar ook als mensen met die problematiek zitten, daar ook proberen op in te spelen. En dus het wordt... is niet zo dat die twee alles moeten zelf doen. Maar ik heb al een paar keer de vraag wel gehoord, omdat het toch wel een groot probleem is, om dat ook te versterken. Hè. Dus de minister heeft ook aangekondigd dat hij dat gaat versterken. Ja, er komen er twee bij. En dan zit het met vier, dus op zich is dat een verdubbeling. Maar ik denk dat de nood wel heel reëel is. Dus ik vind het goed dat hij daar bijkomend nu op ingezet heeft. Ja. Met de wetenschap dat die honderd mensen, een paar honderd mensen die gevangenen voorbereiden op hun vrijlating, ook met die problematiek bezig zijn. Maar ik denk dat ze er allemaal oog voor moeten hebben. Ja. Hè? Dat er inderdaad een grote problematiek is. Iedereen erkent dat ook. Je zit met een verdeling van federale bevoegdheden en Vlaamse bevoegdheden. De interne organisatie van de gevangenissen... Want voor een goed begrip, sorry dat ik u onderbreek, federaal. Voor een begrip. Er zijn 27 federale ambtenaren die ook rond geloof werken in gevangenissen. Ja, het gaat dan niet alleen om geloof, het gaat echt wel om geradicaliseerde gelovigen. Dus, Oké, maar we gaan het hebben over die Vlaamse inbreng, die islamconsulenten. Het zijn er nu vier. Er zijn ook nog die twee Vlaamse deradicaliseringsambtenaren. Dat worden er vier, bedoel ik. De islamconsulenten, dat zijn er twee. Okay. We zitten aan zes mensen, plus een paar honderd die sowieso met justitie bezig zijn. Maar u zei, ik las in de media dat u na de aankondiging, er komt er twee bij, zei, dit is eigenlijk wel veel te weinig. Ja, ik zeg dat al jaren. De gevangenis is een broeihard van radicalisering. N-VA zegt dat ook, hè? Ja, N-VA steunt mij volledig in al wat ik zeg op dat vlak. Dus soms zijn er dan wel raakpunten met wat ik aangeef. Nee, maar de gevangenis is een broeihard van radicalisering. Mm-hmm. Alle aanslagplegers hebben ook een in de gevangenis gezeten. Dat zijn draaideurcriminelen die ofwel voordien geradicaliseerd zijn ofwel in de gevangenis geradicaliseerd zijn. En dus van de 6000 gevangenen in Vlaanderen en Brussel heeft de helft sowieso problemen, psychologische en psychiatrische problemen. En voor die heel die populatie zijn er 19 voltijdse medewerkers die opvolging, die begeleiding doen. Dat is 10 uur per jaar dat een gevangene wordt begeleid. Dat is dus absoluut onvoldoende. Een gevangene en ik zeg met psychologische problemen bedoelt u, hè? Dat is een heel breed verslaving, psychologisch, psychiatrisch. Dus die zelf ook aangeeft van ik heb nood aan opvolging, ik heb nood aan begeleiding en zorg. Ik zeg dat niet alleen, het zijn de gevangenisdirecteurs, de politievakbonden naar aanleiding van die aanslag in Luik. Maar de minister zelf heeft in 2015, naar aanleiding van zijn strategisch plan, ook aangegeven dat in 2015 de capaciteit absoluut onvoldoende was om tegemoet te komen aan de noden in de gevangenis. Vandaar uw resolutie die Vandaar mijn resolutie, in plaats van die 19, dus waar men nu een 1 miljoen euro aan besteedt, verdriedubbel dat. Dus van 1 naar 3 miljoen, dat is niet onoverkomelijk. Zodat je elke gedetineerde die begeleiding nodig heeft, minstens 1 keer op de week kan zien. Dat maakt een wereld van verschil. Waarom zeg ik dat? Omdat alle experten geven aan. In Frankrijk net hetzelfde. Is men teruggekomen van grote gecentraliseerde ideeën. Men zegt van kijk, men moet gedetineerden zeer intensief opvolgen, want eens komen ze vrij en het kan niet de bedoeling zijn dat gedetineerden in de gevangenis gevaarlijker worden dan voordien. Ja, maar voor een goed begrip, u heeft het over verslaving onder meer, over andere psychologische problemen en ook over radicalisering? Uiteraard, ja. Dus alle gedetineerden hebben verschillende problemen, radicaliseerden ook. En men heeft in de resolutie, meerderheid en oppositie, hebben aangegeven van kijk, laten we vooral inzetten ook in eerste instantie op het verbreden van het reguliere aanbod. Ja, het budget maal 3 en in dat is een minimum, in aantal personeelsleden maal... Dus van 19 maal 3 naar... Ook maal 3. Ja. Een goed idee, Bart Kennis? Ik denk dat de minister een aantal inspanningen gedaan heeft en...
Goed, ik bedoel, een goed idee wat in de resolutie staat van Jan Mikkerbach? Ik deel de bezorgdheid, maar ik ga vandaag mij daar niet over uitspreken. Ja. Ik deel de bezorgdheid dat er in de gevangenissen goede begeleiding nodig is, dat het een groot probleem is, dat een intensieve persoonlijke begeleiding met grote regelmaat wenselijk is. Ja, want u zei daarnet, er zijn al een paar honderd mensen sowieso bezig. Ja, ja, dus dat is waar wij tot nu toe vooral op ingezet hebben via de minister. Dat ook de regulieren, die op verschillende manieren veel problematieken aanpakken, dat die ook het luik radicalisering zouden meenemen in hun begeleiding, in hun werk met gedetineerden. Er zijn al een paar honderd mensen, hoor ik je zeggen. Voor alle duidelijkheid, die paar honderd, dat is voor alle gedetineerden. En dat gaat van sport en spel, cultuur, VDAB. Dus dat heeft niks met mij. Die zijn niet altijd opgeleid om mensen met psychologische problemen bij te staan. Nee, dus die 19 is echt voor de probleemgevallen. Hmm. Diegene die echt intensieve begeleiding nodig heeft. We hebben... En dan zegt u maal drie. Ja, en de resolutie zegt van, kijk, we moeten die disengagement-trajecten, heel specifieke begeleidingstrajecten voorzien voor personen die geradicaliseerd zijn. Laten we dat dan doen. Minister Homans, de coördinerend minister, heeft ook de laatste commissie ook aangegeven dat ze de middelen die ze heeft in het kader van de aanpak van radicalisering niet allemaal opgebruikt. Ik heb toen ook voorgesteld van, schuif die door naar minister Van Deurzen. Ik ging het probleem vragen, is er een goede minister om daarover aan te spreken? Want u gaat het indienen in de commissie Welzijn, niet in de commissie die radicalisering. Ja, dat is het formele traject. Dus eerst de vakminister en dan sowieso. En dan wordt er ook het dossier dan in de plenaire besproken. De coördinerend minister, Homans, kan minister Van Deurzen helpen in het vinden van de nodige middelen. Er zijn de middelen, hè. Er is ook een overschot op begroting, dus daar ga ik het niet om. En mijn punt is dat een van de grootste problemen waar wij als samenleving nu voor staan, de aanpak van gewelddadige radicalisering, zou ook de regering moeten aansporen om meer te doen. Want als we de vraag eerlijk stellen van, doen we nu genoeg in de gevangenissen? Vraag het aan de gevangenisdirecteurs, aan politievakbonden, aan justitie, aan terreurexperten. Het antwoord zal unisono nee zijn. Maar goed, er zullen altijd, los van de manier waarop we het dan moeten organiseren, altijd gedetineerden zijn die die begeleiding weigeren. Mm-hmm. Vang ik een paar weken geleden nog op tijdens een debat erover in het parlement. Gevangenen die zeggen van, ik hoef niet begeleid te worden, ik zet mijn straf uit en wat jullie denken over mijn geloof laat me koud. Maar goed, op een dag komen die wel op straat. Hè? Hoe pakken we dit aan? Goh, ik denk dat dat een heel moeilijk punt is. Hè. Je kunt inderdaad mensen niet verplichten om zo'n traject te volgen of om hun gedachten te veranderen. Dat is nu niet mogelijk. Op dat moment, denk ik, moet je wel de lokale besturen, lokale politie, burgemeester, daarover informeren dat er iemand in een gemeente toekomt. Kan dit wettelijk? Wel, dat is eigenlijk iets wat we vragen. En ik denk dat via de lokale integrale veiligheidscel en de lokale taskforces zou dat toch moeten. Er is toch de laatste jaren heel veel uitwisseling tot stand gekomen. Mm-hmm. Dus ik ga ervan uit dat dit tot de mogelijkheden moet behoren met de wat goede wil. Want dit is echt een veiligheidsissue. Ja. Jasmin Kerbach, is dat dan de enige manier om dit aan te pakken? De gevangenen die zeggen van, ik hoef niet geholpen te worden. Goed, ja, ze opvolgen eens ze op vrije voeten zijn. Lokaal dan? Ja, we hebben daar op federaal niveau twee voorstellen gedaan. Rechters de mogelijkheid geven om zo'n begeleiding op te leggen in de straf. Dat moet je dan wel voorzien. Dus dat moet in de federale wetgeving aangepast worden. Nu kan het alleen maar als voorwaarde om vervroegd vrij te komen. Ja, ja. Maar de rechters moeten dan dat aanbod hebben. En dat aanbod moet natuurlijk op Vlaams niveau, dus in de regio's wel ontwikkeld worden. Dus dat was altijd de pingpong. Maar je moet rekenen op de Kamerleden federaal om dit wettelijk mogelijk te maken. Ja, dus daar hebben wij wel het voorstel gedaan. Collega Hans Bonten heeft dat gedaan. En wat dat eens dat ze vrij zijn, daar hebben wij voorgesteld om het systeem van ter beschikkingstelling ook toe te passen op terreurgedetineerden. Ter beschikkingstelling betekent dat die personen intensief ook door de politie en veiligheidsdiensten worden opgevolgd en ook zich elke tijd moeten aanmelden wanneer dat ze opgeroepen worden. Dus er is een soort intensievere controle. Ze zijn niet 100% vrij. En eens dat vanuit het bestuur, en dus ook vanuit een lokaal bestuur of vanuit de regering, wanneer men
aangeeft dat signalen zijn dat er een risico is, dan kan men die ook meteen terug aanhouden. En dat versnelt natuurlijk onze actiemogelijkheid nadien ook. Moeilijkheid is natuurlijk, hoe lang moet je dat dan volhouden, ter beschikking zijn? Dat kan, zijn. Ja. Dus dat is iets dat elke keer verlengd wordt. Ja. Maar dat is wel een heel belangrijke, men doet dat ook voor andere veroordeelden, bijvoorbeeld voor zedendelicten. Dus ik denk dat dat ook belangrijk is, ook voor personen die veroordeeld zijn voor terreurmisdrijven. Ja. Slotvraag voor jullie allebei. We horen wat er allemaal gebeurd is, wat er nog op de plank ligt, welke initiatieven zowel in meerderheid als bij de oppositie worden genomen. Mogen we hoopvol zijn? Ik vind dat we vooral zeer toegewijd en bezorgd moeten blijven om hier alles te doen om dat probleem aan te pakken. Want ik denk dat het niet volstaat met ons te sussen nu met de evoluties in Syrië, omdat ik ben ongerust ook over de toekomst, dat radicalisering aan zich nog op zich een probleem blijft. Dus alert blijven is de boodschap. Alert blijven en toch ook nog blijvend inspanningen doen om die actiepunten die we hebben afgesproken ook echt uit te voeren. Ja, Bart Kennis, bent u hoopvol? Wel, ik vind dat we heel wat beleidsmaatregelen hebben genomen die ook effectief op dit moment vruchten afwerpen. Er zijn nog een aantal punten, zoals rond de gevangenissen, waar nog bijkomend werk moet gebeuren. Er is ook nog een heel terrein van de kinderen van Syrië-strijders die in die landen zitten en die eigenlijk Belgische burgers zijn, die op dit moment geen bescherming krijgen. En als we spreken over tikkende tijdbommen in de gevangenis, dit zijn er misschien ook wel. Hè? Wel, dus dat is ook een punt waar niemand zich aan durft te wagen op dit moment en dat ook nog eens een keer moet opgelost worden. Dus ik denk dat er absoluut nog werk is. Ook rond moeten ze teruggehaald worden door België? Wel, ik denk als ze willen terugkeren, dat wij daar voor kinderen en die moeders, dat wij onze deur daar niet voor mogen sluiten. Dat is mijn persoonlijk standpunt. Maar moeten we actief er naartoe gaan en ze meenemen? Op dit moment proberen we zelfs geen contact met hen te maken. Ja, we doen niks, hè? We doen helemaal niks. En ik denk dat vandaar mijn vraag, vindt u dat, dat wij als Belgen naar daar moeten gaan om ze Er is een verschil tussen echt gaan halen en gaan zoeken. Of signalen van mensen die zeggen, wij willen wel of diplomaten lokaal willen inzetten. Terugkeren. Ja, dan zeg ik, dan moet je dat mogelijk maken. Dan moet, moet je dat ondersteunen, dat mensen terugkeren. En natuurlijk dat is een oproep aan de federale regering dan? Ja, eigenlijk wel, Oké. Okay. Bart Kennis van de CD&V, Jasmin Kerbach van de SPA, bedankt om tot hier te komen. En u, beste kijker, bedankt om op ons af te stemmen. Graag tot een volgende keer.